De titel van mijn column is Democratie. De wolf is terug. Zijn we er klaar voor? Bomen over bomen. Fiets jezelf gelukkig. Inspiratiesessies, invloed op geluk. Dit zijn zomaar wat titels van workshops waarvoor men zich kon inschrijven. De nietsvermoedende lezer zou kunnen denken dat dit workshops zijn op een antroposofische bijeenkomst waar gezocht wordt naar verdieping van innerlijk geluk, georganiseerd door tijdschrift Happiness als tegenhanger van de libelle zomerweek. Hoe een mens zich kan vergissen. Deze workshops stonden echt op het programma van het veel bekritiseerde democratiefestival dat gisteren en eergisteren op het stadseiland Veurland werd gehouden. Om toch een beetje in stijl te blijven had de provincie Gelderland... Initiatiefnemer van deze workshops ook een workshop bedacht met de aanmatigende titel Gelderland, bakermat van de democratie. Je moet het maar durven verzinnen. Ik moest glimlachen toen ik las dat de organisatie vergunningstechnisch landjepik had gespeeld bij het inrichten van het festivalterrein. Daarmee blijkgevend het iets wat anarchistische en recalcitrante Nijmeegse karakter perfect aan te voelen. Dat had de organisatie goed ingeschat. Het college van BMW liet weten dat een vergunning maar een vergunning is en dat zoiets vooral soepel bekeken moest worden als uitvloeisel van een goed gastheerschap. Het festival was belangrijk voor Nijmegen, dus waarom moeilijk doen over afspraken uit het locatiegebonden evenementenbeleid? Organisatoren van toekomstige festivals, van welke signatuur dan ook, zullen deze stellingname maar wat al te graag als voorbeeld nemen. Als één ding duidelijk is geworden naar aanleiding van het Democratiefestival, dan is het wel dat de scherpe polarisatie in de maatschappij er niet kleiner op wordt. Een ongekend hoog aantal negatieve reacties buitelde over elkaar heen op internet. Hard en ongenuanceerd digitaal roeptoeteren. Het kan en mag in een vrij democratisch land. 1 miljoen euro kostte dit tweedaagse festival. Mijn moeder waarschuwde me vroeger altijd me nooit te bemoeien met het geld van een ander. Ik ben anarchistisch genoeg om de goede raad van mijn moeder te negeren. Ook al is democratie een van de meest fundamentele pijlers van onze maatschappij. Dan nog vind ik een miljoen euro voor twee dagen met elkaar over democratie praten een te hoog bedrag. Maar ja, de huidige politiek had dit geld er graag voor over, de huidige politici zijn democratisch door ons gekozen, zo is het spel en zo zijn de regels, simpel zat. Daarom een advies aan de moord- en brandschreeuwers die dit festival en het benodigde bedrag. En daarmee indirect de democratie volkomen van de pot gerukt vinden. Ga de volgende keer vooral stemmen. Wie weet helpt dat. Het zou dus zomaar kunnen, wat God, Boeddha, Shiva of welke god dan ook overigens verhoeden: dat er ooit 1 miljoen subsidie komt voor een tweedaags festival op het stadseiland Vuurland georganiseerd door de gele hesjes. Zo werkt een democratie.